Staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft op 23 maart 195 miljoen US dollar aan obligaties uitgegeven in Suriname en op Curaçao. Deze obligatieuitgifte is internationaal genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange, DCSX. De notering van de obligatie aan de DCSX is voor het oliebedrijf de eerste beursgang ooit en de eerste stap op de internationale kapitaalmarkt. Staatsolie bevindt zich in een kansrijke positie en zal toegang tot internationaal kapitaal moeten hebben om toekomstige investeringen in de offshore olieproductie te plegen. Staatsolie heeft in 2010 en 2015 succesvol obligaties uitgegeven en heeft zijn rente- en terugbetalingsverplichtingen steeds voldaan. De rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom van de nieuwe obligaties zijn gegarandeerd.